Micha, zal er veel lachende gezichten bij FC Lisse? Ja, nou, oké, kijk, je weet nooit hoe je uit zo'n voorbereiding komt. En ik denk als ik dan vandaag kijk en ik kijk hoe wij willen spelen. En je moet uit naar IJsselmeervogels. Dat ik gewoon tevreden kan zijn als trainer. Dus ik ben tevreden en ik denk dat meestal als ik tevreden ben, de jongens ook tevreden zijn. Jullie hebben het redelijk onder controle. IJsselmeer volgens begin ze wel de eerste helft en tweede helft redelijk goed. Maar jullie maken ze eigenlijk het voetbal onmogelijk. Ja, nou klopt. Kijk, ik denk dat wij het aardig hadden staan. Ik vond dat onze ploeg redelijk volwassen gespeeld heeft. In de opbouw. Ik denk dat we vandaag 1-2 keer een foutje maken. Maar ja, we willen graag voetballen. Maar het levert ook heel veel goede momenten op, waardoor IJsselmeervals druk wil zetten en er niet onderuit komt. Ja, dan krijg je bij hun een beetje gemopper. Ja, dat is natuurlijk altijd lekker voor je eigen vertrouwen. Aan de andere kant waren er toch 2-3 momentjes waar ik denk van ja, daar moeten we nog wat volwassener in worden, wat in groeien. Maar we hebben kansen gecreëerd. Het was op een gegeven moment was het een opgaande wedstrijd. Ik denk met een beetje geluk dat we nog een penalty krijgen op het eind. Maar dat wil ik graag terugzien op de beelden. Ja, die kan aan de andere kant ook vallen misschien. Ja, dat klopt hoor. Klopt. Dat was een schot van afstand waar iemand op de rand 16 erin eruit hem wel of niet op zijn hand krijgt. Maar ja, oké, weet je, ik denk dat je ook heel reëel moet zijn. En dat scheidsrechters die moeten dan ook geen pingel geven. Het is 93ste minuut. Maar oké, soms wil je als trainer ook eens een beetje gelukkig zijn. Hè? Maar ik vind het terecht als je zo'n fase van de wedstrijd met twijfels, dan moet je het gewoon niet doen. Dan moet je echt zo overtuigd zijn van jezelf. Dus ik kan me volledig vinden in die beslissing. En wat heb je een geweldige keeper. Ja, dat wist iedereen natuurlijk al. Maar vooral in de eerste helft op schoten van Kurbegovic. Ja, ik had ze al geteld. Ja, ik op zich wel goed. Maar kijk, als mensen vanuit de tweede lijn natuurlijk gaan schieten. Hij had één hele goede redding. En een keertje laag langs de grond. Ja, een keer laag langs de grond. Op zich is dat goed. En dat zit ook in ons spel, dat wel eens gebeurt. En dat kan ook als je gewoon een goede keeper hebt, klaar. Dus wat dat betreft is dat het totaalplaatje. Ik vond vandaag dat hij, en dat weet hij ook wel, dat hij zich een aantal momenten nog wel wat beter had kunnen laten gelden. Dan vooral met corners. Daar hebben we wat nieuws neergezet en dat vraagt van hem ook weer wat meer. Oké, dan moet hij nog in doorgroeien, maar ik ben heel blij dat ik hem heb uiteraard. En dan heb je toch twee sterkhouders ook die er niet bij zijn. Zoontjes en Vermeulen. Dit elftal draait wel lekker, die moet je straks weer in gaan passen. Ja, klopt. Dat is natuurlijk super als je Tom Zoontjes en Rikke bij hebt. Maar vergeet niet, ik heb er nog 3-4. Dennis Schreuter, Tom Broekhuizen, Jeroen van der Zijde. Jongens die er op dit moment niet bij zijn. En we zijn wat dat betreft denk ik breder geworden. Dus we hoeven niet in de problemen te komen. Dat zie je vandaag ook als je dus eigenlijk... misschien voor iedereen, zeker voor de buitenstaanders, je twee van je verdetters mist. Dat zijn ze overigens niet hoor, zoals ze zich gedragen, maar voor velen natuurlijk wel. Laatst 1 tot en met 6? Ja, kijk, ik heb tegen de jongens ook gezegd, kijk, iedereen die versterkt zich, iedereen heeft nieuwe jongens erbij. Daarin zijn wij ietsje gereserveerder geweest. We hebben goede selectie en ik hoop in te zetten op het puntenaantal van vorig jaar. En ik vind de plek dan niet zo, als wij dat weten te doen. Want ik verwacht dat een aantal ploegen die vorig jaar wat teleurstelden, ook dit jaar wat meer punten gaan pakken. Dus dan wordt het voor jezelf, als je dan hetzelfde aantal punten kan pakken, dan doe je het goed.